Daar ga ik. Uno, dos, tres, go! Ja, ja. We staan hier eigenlijk in het pikkendonker. En wat zijn we hier nu eigenlijk vandaag aan het doen? Ik zie Jan en ik zie Sinterklaas. Jan! Nou, het is zo. Burgemeester van Kuik, Wim Hillenaar, die zei dat Sinterklaas in vorm was. En over de pieten had hij niks gezet. En ook blijkt dat er een paar pieten zijn die niet goed in conditie zijn om de pakjes op 5 december rond te brengen. Oh jee. Dus ik dacht, uitnodigen hier een goede training, dat ze straks als hazen over het dak kunnen gaan. Maar dan moet je toch even uitleggen, wat is hier? Want we staan hier in donker, ik weet niet of de mensen het kunnen zien. Nou, dat is nou net het probleem. We hebben hier een prachtige accommodatie, een 400 meter baan. Keurig gemaakt door de gemeente Kuik, samenwerken met een aantal sponsors. Alleen, daar staan geen lampen op. Dus vanaf oktober tot april kun je eigenlijk de baan niet gebruiken. En we willen daar verandering in, want zeker in coronatijd moeten de mensen bewegen. Want dat komt de gezondheid en de fitheid ten goede. Dat is zeker heel belangrijk. Maar Sinterklaas, u heeft natuurlijk geen moeite in het donker, want u loopt altijd over het dak in het donker. Maar die pieten, die kunnen dat niet? Nou, Sinterklaas heeft inderdaad weinig moeite om te kijken in het donker. Maar niet alle pieten kunnen dat even goed. En ze krijgen niet alleen een hele goede conditionele training, maar ze zijn ook op dieet gezet. Ze krijgen wat meer wortels te eten en vitamine D-tabletjes. Dat is goed voor de weerstand en ook voor de ogen. En het is wel eigenlijk handig als hier tijdens de training wat meer licht is. Want komen ze aan, komen ze wij aan, raken onze aan, pieten uit het zicht. Daar komen ze aan, kijk, 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 ja, ja. Applaus. Heel goed, ja, heel goed. Ze hebben het volbracht. De vorm is er alweer. Ja, de conditie is aardig weer aan het terugkomen. Maar het punt is, mensen werken overdag al dan niet thuis. Hè. Kinderen zitten vaak thuis vanwege omstandigheden op school. Maar dan kun je in de avonduren niet meer trainen, hè Jan. En ja, dat is toch wat prettig als je wat meer zicht hebt. Ja. Maar als je dan lichtmasten hier heb staan en aan één kant is voldoende, heb ik begrepen, hè Jan? Ja, één kant, een paar heel eenvoudige lichtmasten. In Kuik wordt voldoende gesloopt, dus die zijn er voldoende. En straks komen hier speeltoestellen en het zou zonde zijn als er speeltoestellen staan en ze kunnen van oktober tot april 's avonds de ouders met kinderen niet gebruikt worden. En dat moet veranderen. Ja, maar het zijn niet alleen speeltoestellen, Jan, het zijn ook hufterproef fitnesstoestellen, heb ik begrepen, hè? Ja, want die moeten wat kunnen verdragen hier in deze omstandigheden. En daarom de verlichting. Daarom de verlichting, ja, dat je er in het zicht kunt zetten. Ja. En dan is voor de mensen ook prettiger dat je wat zicht hebt op wat je doet. Juist. We zitten toch al in zulke donkere dagen, letterlijk en figuurlijk. Dus ik vind het een heel goed initiatief, ja. Jan. En ik ben blij dat wij met onze pieten een bijdrage hebben kunnen leveren aan dit verzoek naar de gemeente Kuik. En ik denk, burgemeester, als u heel goed kijkt, dat er best ergens op de gemeentewerf nog wel wat oude lichtmasten liggen die dan omgebouwd, ja, kunnen worden. Precies. Het hoeft niet allemaal nieuw te zijn. Ja. En de buurtbewoners zijn bijzonder tevreden over de mooie accommodatie die hier gemaakt is. Dus ook complimenten nu al naar de gemeente toe. Ja, maar nu nog licht. Ja. Ja, en de burgemeester heeft ook een zwak hart voor de hardloopgroep. Want hij is zelf ook nog een hele poos bij de hardloopgroep geweest. Hè? Dat klopt. Dat klopt. Ja. Hij is jarenlang prominent lid geweest. Ja. Nou, duidelijk lijkt mij. De pieten, die moeten aan de slag. Die moeten conditie opdoen. Dus, pieten, ren nog een rondje, zou ik zeggen. Kijk uit, want het is donker. Maar met zo'n goede initiatieven hopen we toch dat het goed komt. Dank jullie wel. Graag gedaan. Heel goed gedaan. Prima. Dank je wel. Hakkenbillen. Klein stukje en dan komen jullie weer terug. Dus jullie doen het voor en de pieten, die doen het gewoon na. Ja, skippen. Skippen. Ja, skippen. En dan komen we terug. En dan gaan we hakken bellen.
terugkomen en dan hakkenbullen. Ja. Hakkenbullen. Hakkenbullen. Hier, dan kan ik makkelijk. Ja, en nou nog even die heupen los. Even de heupen draaien, los. Ja, oeh, moet je kijken. Wat een, hè, dat, nou, in Spanje, in Spanje. Nou, nou, die heupen. Helemaal goed, dankjewel. Hazen.